Communicatie op blote voeten. De bijeenkomst voor en door Breda's vrijwilligersorganisaties staat volledig in het teken van leren, ontmoeten en inspireren. Gastheer Belkerenbeach neemt organisaties mee in de wereld van communicatie. Is dat op het moment dat ik ze vaak naar voren roep, jullie naar achter springen. Oh, ik zie je al. Op het moment dat ik naar achter roep, springen jullie naar voren. Naar voren. Naar voren. Naar achter. Naar achter. Links. Aan de hand van 4 korte inspiratiesessies laten experts deelnemers op blote voeten zien hoe de communicatiewereld anno 2016 eruit ziet. Hoe kan communicatie creatief worden ingezet en wat heeft een organisatie daarvoor nodig? Op het moment dat je het over gastvrijheid hebt in de sport, als je daar goed in investeert, bewust mee bezig bent, kan dat leiden tot het behoud van leden, werven van nieuwe leden, dat het makkelijker gaat. Het werven van nieuwe vrijwilligers, het binden van sponsoren, noem maar op. Dus wij zitten echt aan die basis en daar willen we jullie vandaag mee inspireren. Je leert door zulke soort oefeningen ook het vertrouwen durven geven of jezelf even in de handen van een ander te leggen. Dus ik denk dat oefeningen daar ook echt aan bijdragen. Je zal echt als team zijn, de teambuilding. Zal daar een soort van groepsgevoel, banden aangehaald worden, versterken. Dat soort dingen heb je nodig om natuurlijk jezelf ook als één groep, één geheel te zien om ergens als doel te komen. Om een strategie te bepalen voor social media is het heel belangrijk dat je een doelgroep kiest. Heel veel bedrijven hebben zoiets van ik wil iedereen bereiken. Nou, dan kan ik je teleurstellen, want dat gaat simpelweg gewoon niet lukken. Je zal echt op een bepaalde groep mensen moeten richten. En je berichten daarop moeten aanpassen. En dan zal je ook het meeste succes zien qua respons en qua views. Wat van belang is bij crowdfunding, we doen dit om het zo transparant mogelijk dingen mogelijk te maken. Dus als jij geld ergens voor vraagt aan de crowd, moet je ook heel goed laten zien waar je dat geld voor nodig hebt. Nou ja, wat jij aanraakt, punt is, het doel van het platform is inderdaad lokale projecten ondersteunen door lokale bewoners. Dus Bredana's helpen Bredana's.